Goed, dus nou, welkom. Welkom bij de Unit op Races 2 les van week 7, vanaf mijn huis dus. Ik had al verteld, of in ieder geval gemaild, we gaan door drie opdrachten heen. Een opdracht van extractie, van een kristallisatie en van een verdamper. En eigenlijk gaan we er gewoon één voor één doorheen. Ik heb een padje waar ik alles op kan doen. Ik heb een scherm waar de opdrachten in komen staan en dan leg ik eigenlijk alles een beetje stap voor stap uit. Mocht je vragen hebben tussendoor, ik kan nu wel gewoon direct de chat lezen. Er zit wel een korte vertraging in, maar ik kan meteen de vragen die jullie hebben dan beantwoorden. Nou, we gaan meteen beginnen met de opdracht van extractie. En wat je eigenlijk hier hebt, is je hebt een drietraps dwarsstroom extractie, waarbij je een waterstroom met pyridine wilt reinigen. En daarvoor gebruik je een diethyletherstroom. Alleen die diethyletherstroom is al vervuild met een beetje pyridine. En er wordt eigenlijk gevraagd wat de concentratie pyridine is in de ingaande waterstroom. Als je weet wat er in de uitgaande waterstroom, dat het voor 0,2 massaprocent uit pyridine bestaat. En je wilt weten wat als je nou al die drie bladen somstromen bij elkaar doet, wat dan precies de pyridineconcentratie is. Nou, waar we dan mee beginnen. We beginnen dan eigenlijk met het schetsen van de situatie. Bij extractie is het altijd heel makkelijk, omdat je dan heel duidelijk hebt wat je dan allemaal hebt. Dus we hebben een drietraps dwarsstroomextractie. En als het goed is, hier hebben we nu heel mooi live tekenen. En daar weten we een paar dingen van. We weten dat er een bepaalde I0 is, een bepaalde fractie pyridine in de diethylstroom. En die is in alle stromen gelijk, want je gebruikt elke keer solvent. De ingaande fractie is x0, die weten we nog niet, maar die willen we gaan berekenen. En de uitgaande fractie is x3. Nou, we hebben nog wat andere gegevens. We weten het debiet van de voeding en we weten het debiet van de solvent. Het debiet van de voeding is 10 kg per seconde. En het debiet van de solvent is elke trap 8 kg per seconde. Dus we gebruiken een V voor 8 kg per seconde. Maar daarnaast weten we de fractie. We weten x3. En we weten I0. Nou, bij extractieprocessen wil je altijd als eerst een scheidingsfactor bepalen. En die scheidingsfactor is KV over L. Dus als je het uit zou rekenen, krijg je 2,5 keer 8 over 10. En dat is gelijk aan 2. Dat betekent dat in elke evenwichtstrap, dat er in het bladeren solvent 2 keer zoveel pyridine zit als dat er in het raffinaat zit. En het laatste waar we van uitgaan, dat is de stroom die we W noemen. En we noemen de uitgaande raffinaatstroom noemen we W. In noemen we W, dan zeggen we dat er W kilogram per seconde aan pyridine in die stroom zit. Maar de hoeveelheid kunnen we berekenen. Want die is namelijk gelijk aan L keer x3. En ik laat hem nu nog even staan. Ik laat hem in formulevorm staan. Straks komt vul ik hem wel in. Nou, je zou nu de scheidingsfactor kunnen gebruiken om de hoeveelheid pyridine in de beladen solvenstroom uit de derde evenwichtstrap te kunnen bepalen. Dat is namelijk gelijk aan 2W. Maar nu heb je een probleem, omdat er ook nog een hoeveelheid pyridine in de ingaande solvenstroom zit. En je weet wel wat de fractie is, je weet het debiet, alleen je weet eigenlijk niet hoeveel W dat is. Maar dat kun je met de formule bepalen. En wat je dan eigenlijk doet, is je wilt een uitdrukking hebben voor de hoeveelheid pyridine in die stroom,
als functie van W. Ik noem het even ZW. Z is gewoon een symbool dat ik gebruik. Het maakt helemaal niet uit welk symbool je gebruikt. Ik heb gewoon een bepaalde hoeveelheid W in mijn solventstroom zitten. Van W weet ik iets. Van W weet ik dat het L keer X3 aan pyridine is. En dan kan ik die W dus vervangen door L keer X3. En dan heb ik eigenlijk genoeg gegevens om Z te bepalen. Z is dan namelijk gelijk aan V keer I0 over L keer X3. Dat is 8 keer 0,001 over 10 keer 0,002 en het is dus gelijk aan 0,4. Dat betekent dus dat er in V, dat daar 0,4 W aan pyridine zit. Dat kunnen we invullen. En nu weet ik in de derde evenwichtstrap dat er in totaal 3W aan pyridine uitgaat. Dan moet er ook 3W aan pyridine ingaan. Er komt 0,4W aan pyridine het systeem in via de solventstroom. Dus de overige 2,6W moet dan in de ingaande stroom zijn. Dat kunnen we herhalen. Kunnen we de scheidingsfactor toepassen om te bepalen hoeveel pyridine er in de bladen solvent zit. Het is namelijk 2 keer 2,6W. Er zit ook hier 0,4W aan pyridine in de solventstroom. En dan kun je de massabalans weer oplossen om te bepalen hoeveel pyridine er trap 2 ingaat. En als je dat uiteindelijk doet, dan zie je dat er 21,8W in de ingaande solventstroom zit. Oftewel, de hoeveelheid pyridine in de ingaande voedingsstroom bedoel ik. Dus in de ingaande voeding, dus L keer X0, zit 21,8W aan pyridine. Nou, je weet van W dat dat L keer X3 is. En dan kun je dit gebruiken om te berekenen hoeveel x0 is. Dan is x0 gelijk aan 0,0436. Oftewel, de voeding bestaat voor 4,36% uit pyridine. Maar ik zie maar ingetrokken, die 2,6W komt uit de massabalans. Dus die 2,6W is 2W plus 1W min 0,4W. En dat is 2,6W. Nou, om het tweede te berekenen, ga je kijken wat er allemaal in de gemengde beladen solventstroom zit. Je weet het debiet, massadebiet van die stroom. Je hebt namelijk 3 trappen met een dwarsstroomextractie, dus je hebt 3 keer de hoeveelheid solvent die je per trap gebruikt.
En heb je dus een totaal debiet van 24 kilogram per seconde. Je weet ook hoeveel pyridine erin zit. Dat is namelijk de som van al die drie stromen. Je hebt hier 14,8 W, 5,2 W en 2 W. In totaal betekent dus dat je 22 W aan pyridine in de gemengde stroom hebt. Dan kun je de fractie bepalen, de fractie pyridine in die stroom. Want hoeveel pyridine in die stroom is het totaal debiet keer de fractie. En dat is dus 22 keer L keer x3. Dan kun je de fractie uithalen, dus I uit is 22 L keer x3 over V totaal. En dan kom je uit op een fractie van 0,018, oftewel 1,8 massaprocent. Zijn er over deze opdracht nog vragen? Zo te zien niet. Dan gaan we rustig verder met de volgende opdracht, met opgave van kristallisatie. Dus bij de kristallisatie hebben we een stalen vat met een verzadigde oplossing natriumsulfaat, waarvan het natriumsulfaat, je weet dat het 333 kilogram is. En door het afkoelen tot 283 Kelvin ontstaat er stabiel natriumsulfaat. Oh, ik hoor even hier nog, hoe kom je ook weer bij die 22 W? Gaan we even terug. Die 22 W, dat is de som van de hoeveelheid pyridine die in de beladen solventstroom zit. Dat is die 14,8 plus 5,2 plus 2. Als je die bij elkaar optelt, kom je op 22 W uit. Dan gaan we verder, dus we gaan kristalliseren en eigenlijk wordt er gewoon gevraagd van dat je wil weten wat de absolute yield aan kristallen is. En er zijn er wat gegevens die je hebt. Even mijn petje weer mooi schoonmaken. Er zijn wat gegevens, je weet de molaire massa van je natriumsulfaat en van je water. Je weet hoeveel water er verdampt. Van het oorspronkelijke water verdampt er 2%. Je weet de massafractie natriumsulfaat in de voeding. En je weet de oplosbaarheid van natriumsulfaat, decahydraat, bij de temperatuur dat het uiteindelijk afgekoeld is. En waar we eigenlijk mee gaan beginnen is met de formule van de absolute yield. Dat is deze formule. Dus IA is R keer W1 keer tussen haakjes C min E min E keer C2 over E min R min 1 C2. En eigenlijk moet je dan alles los uitrekenen. En dan beginnen we met de R. De R is de verhouding van de molaire massa van het zouthydraat, dus van het natriumsulfaat met 10 water erin.
ten opzichte van de molaire massa van enkel het natriumsulfaat. Dus het anhydrous zout. Er zit per natriumsulfaat zitten 10 water in, dus dan krijg je molaire massa van 142 plus 10 keer 18 is 322 gram per mol. En de MA is dus gegeven, die is dus 142 gram per mol en dan kun je R uitrekenen. Die is dan gelijk aan 2,27. Maar W1 is, is de hoeveelheid, is de massa water voor de kristallisatie. En die heb je nog niet gegeven. Het enige wat je weet is de massafractie natriumsulfaat. En in principe daarmee ook de massafractie water. En de hoeveelheid natriumsulfaat die je hebt. En die gegevens kun je gebruiken om de hoeveelheid water in het begin te bepalen. Dus die is gelijk aan de massa van het natriumsulfaat keer de fractie van water in het mengsel ten opzichte van de fractie natriumsulfaat in het mengsel. Die is dan 333 keer 0,64 gedeeld door 0,36 en dat is 592 kilogram. Nou, C1 en C2 zijn de concentraties van jouw natriumsulfaat, jouw verzadigde concentraties voor en na kristallisatie. En die wil je geven in gram natriumsulfaat per gram water. En in het geval van C2 is dat al gegeven, maar in C1 moet je dat nog eens berekenen. Dus dan wil je eigenlijk weten hoeveel gram natriumsulfaat er per gram water kan oplossen. En dat kun je berekenen door de massa van je natriumsulfaat in het mengsel te delen door de massa van het water. En dan kom je uit op een concentratie van 0,5625 gram natriumsulfaat per gram water. C2 is gegeven. Die is namelijk 0,3 gram natriumsulfaat per gram water. Het laatste wat we moeten weten is de E, de fractie water dat verdampt is. En die E is 2%, maar omdat je een fractie van moet maken is het 0,02. En dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt om de absolute yield te berekenen. En dan vul je dus alle gegevens in. En dan komt eruit dat de absolute yield 582 kilogram is. En over deze opdracht nog vragen. Het is misschien een beetje vreemd. Je hebt namelijk 582 kilogram zout gekregen. Terwijl er oorspronkelijk maar 333 kilogram natriumsulfaat aanwezig is. Maar dat komt doordat het zouthydraat, het natriumsulfaathydraat, bestaat voor ongeveer 56% uit water.
En daardoor kun je qua op massabasis meer kristallen krijgen dan dat er eigenlijk aan natriumsulfaat in zit. Nou, als er geen vragen zijn, gaan we verder met de laatste vraag. Even heel mooi in stem komen. De verdamper. En ik ga het niet helemaal voorlezen natuurlijk, maar wat we hier hebben is een bestaande verdamper, waarbij je al een bepaald oppervlak hebt gegeven is, dus dat is 100 vierkante meter. En die bestaande verdamper wil je gebruiken om een 10% gewichtprocent lithiumchloride oplossing in te dampen. En er wordt gevraagd wat het massadebiet en de samenstelling van de uitgerende vloeistroomstroom is, wat het debiet van de dampstroom is, wat de kooktemperatuur van de oplossing is en wat de hoeveelheid stoom is die je nodig hebt voor dit proces. En waar je dan eigenlijk tegenaan loopt, is dat jij nog niet weet wat de temperatuur van het mengsel in de verdamper is. En even dit weer goed regelen. Dus wat je hebt, is je hebt een verdamper. Met een warmteoverdragend oppervlak van 100 vierkante meter. Je hebt een voeding waarvan je een deel verdampt tot een dampstroom V en een uitgaande vloeistofstroom L. En je hebt de stoom die je gebruikt. En het debiet van stoom ingaat en uitgaat, die is gelijk. En wat je bij een bestaande verdamper wilt gaan doen, is de kookpuntsverhoging bepalen. En wat je dan eigenlijk wilt gaan doen, is twee grafieken maken. En in die grafieken zet jij de kookpuntsverhoging uit tegen de fractie component lithiumchloride in dit geval in de uitgaande vloeistofstroom. En dan maak je twee curves. Eén curve die is al gegeven. En dat zijn de gegevens van lithiumchloride. Want in de vraag weet je wat bij verschillende fracties lithiumchloride de kookpuntsverhoging is. De andere curve moet je zelf gaan bepalen en dan ga je eigenlijk kijken wat de verdamper die je hebt qua kookpuntsverhoging aan kan. En dan ga je een functie maken waarbij je dus de kookpuntsverhoging kan berekenen als je jouw fractie lithiumchloride in de uitgaande stroom weet of bepaalt. En die curve die eruit komt, zal ongeveer zo uitkomen zien. Dan zie je dat je een snijpunt hebt. Hier zit een snijpunt. En bij dit snijpunt heb je de XL en de kookpuntsverhoging die je aan kan met jouw verdamper. En dat snijpunt wil je dus grafisch gaan bepalen. En om dat te kunnen doen heb je eerst die functie nodig van de kookpuntsverhoging vanuit de verdamper. En daar gebruik je drie vergelijkingen voor. En die vergelijkingen komen eigenlijk vanuit de overgedragen warmte. En je overgedragen warmte, dat is jouw S keer delta HC.
Die schrijven we even iets eenvoudig op. We nemen even aan dat de overgedragen warmte, dat het alleen maar gelijk is aan het verdampen van het water, dat is V delta HV, en het verwarmen van de voeding tot de temperatuur in de verdamper. Dus dat is het delta T die je ziet van TF naar TL. Dat is een aanname. Als je dat niet doet, dan kom je ongeveer tot 2% van het juiste antwoord uit, van de juiste kookpasverhoging uit. En op zich een goede aanname om een bestaande verdamper door te rekenen. Ja, daarnaast is de overgedragen warmte gelijk aan K keer A keer temperatuurverschil tussen de stoom en het mengsel in de verdamper. En daarnaast weet je dat de temperatuur in de verdamper gelijk is, van het mengsel in de verdamper gelijk is, aan de kooktemperatuur van het zuiver solvent plus de kookpasverhoging. En die drie vergelijkingen gebruik je eigenlijk om de volgende vergelijking te maken. En ik ga hem niet afleiden, de afleiding kun je in de OneNote zien of in de sheets zien. Maar dit is in ieder geval de vergelijking die je gebruikt om de kookpasverhoging te gaan bepalen. Het is een flinke formule en eigenlijk weet je hierin alles behalve V. Dus je kunt van alles eigenlijk alvast de getallen invullen en dan krijg je functie dat je de kookpuntsverhoging kan berekenen als functie van V. Nou, op zich ook niet een handige formule om elke keer uit te rekenen en verschillende V-straks in te gaan vullen. Dus we gaan hem iets vereenvoudigen door de dingen bij elkaar op te tellen en te vermenigvuldigen dat we kunnen doen. En dan komen we uit op een vergelijking van 4948,8 min V keer 2300 gedeeld door 126,64. En als we nu V weten, dan kunnen we de kookpasverhoging berekenen. En die V kun je halen uit de massabalansen. V kun je halen uit de massabalans als je eenmaal weet wat XL is. En dan hebben we in principe ons doel bereikt, omdat wij met een bepaalde XL de kookpasverhoging willen berekenen. En dan gebruiken we de totaalbalans van dat proces, FSV plus L. En we gebruiken de deelbalans. XFKF of FKXF is L keer XL. Uit de deelbalans kunnen we L isoleren. Die is namelijk gelijk aan XF over XL keer F. En die vergelijking kunnen we in de totaalbalans vullen om V te bepalen.
En dan krijg je deze vergelijking voor v. Dus v is gelijk aan 1 min xf over xl keer f. En omdat we xf en f weten, kunnen we dus berekenen wat v is als we een xl invullen. En dit kunnen we dan vervolgens gebruiken om de grafiek te maken. Dus wat je hier ziet, zie je een grafiek. De blauwe lijn zijn de gegevens van je lithiumchloride die in de vraag staan. En de oranje lijn, dat is voor verschillende XL de functie van V ingevuld. Dus de functie, even terug. En deze functie ingevuld, heb ik dan verschillende XL ingevuld en daarbij de V berekend. En dan kun je vervolgens de kookpuntsverhoging berekenen door in de formule van de kookpuntsverhoging die V in te vullen. En dan krijg je voor elke XL een bepaalde kookpuntsverhoging en die kun je eruit halen. Of in ieder geval die kun je dan plotten. En als je eenmaal geplot hebt, kom je uit op een XL van 0,24 met een kookpuntsverhoging van 9,5 graden Celsius. En als je dat eenmaal weet, kun je eigenlijk alles verder berekenen wat gevraagd is. Dus wat is er allemaal gevraagd? XL is gevraagd. Is dan 0,24. XL is gevraagd. Of nee, L is gevraagd. Dus L die haal je uit de vergelijking die je voor L al hebt. Dat is XF over XL keer F. Die is dan 1,2 kilogram per seconde. De V die haal je uit de totaalbalans. Die is 1,6 kilogram per seconde. En op jouw vraag, Tim, wat je niet op de toets kan verwachten, is een meertrapsverdamper. Maar je kunt een vraag krijgen over een bestaande verdamper en over een nieuwe verdamper. Nou, TL, die weet je. Die is namelijk gelijk aan je kooktemperatuur van je zuiver solvent, 100 graden, plus de kookpuntsverhoging, 9,5 graden. Die is dus gelijk aan 109,5 graden Celsius. Het laatste wil je weten wat S is. En S haal je eigenlijk uit de vergelijking van de overgedragen warmte. Dat is dus gelijk aan S keer de condensatiewarmte. En die is ook gelijk aan K keer A keer delta T. En die weet je allemaal, dus die kun je vervolgens invullen. En als je die eenmaal invult, kom je uit op een S van 2,04 kg per seconde. Teun, dat zou je kunnen doen als je een formule hebt van de kookpuntsverhoging. Maar in dit geval was het zeg maar, uit de gegevens van kookpuntsverhoging van je lithiumchloride.
Maar in dit geval had je geen formule, maar je had een aantal punten. En dan kun je het eigenlijk alleen maar grafisch bepalen. En dat is niet het meest nauwkeurige, dan hou je ook rekening met een kleine afwijking. En je kunt het wel nauwkeurig berekenen als je een vergelijking hebt voor die openingsverhoging. Zijn er nog andere vragen deze opdrachten? En mocht er geen vragen meer zijn, wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. Nou, in ieder geval succes de komende weken met het dealen met de omstandigheden die er nu zijn.